CMTC is een huidaandoening waarin je mee geboren wordt. En die bedekt een deel van het lichaam. En wat je ziet, eigenlijk een soort gemarmerde huid. Dat betekent dat de kleine vaatjes in de huid uitgezet zijn. En behalve de huidafwijkingen kunnen er soms nog andere afwijkingen zijn. Bijvoorbeeld dat op dat moment of later in het leven een lichaamsdeel wat groter of kleiner zich ontwikkelt. Dat noemen ze hyper- of hypotrofie. En verder zie je soms wijnvlekken erbij ontstaan. Of die zijn ook vaak bij de geboorte aanwezig. En dat is nou juist het punt. Het is zo duidelijk te zien als een patiënt CMTC heeft. Bepaalde lichaamsdelen kunnen dus overgroeid zijn of minder goed gegroeid. Ze kunnen vlekken hebben. Het is aan hun huid te zien. En wat je doet is in eerste instantie eens horen waar deze mensen onder lijden. Welke problemen ze tegenkomen. Ja, maar het staat niet zo mooi bij mij dus. Het past eigenlijk niet bij mij. Nou. Waarom past het niet bij je? Nou ja, dan worden die vlekken worden helemaal paars. En wanneer worden ze paars? Als het koud is. Het valt ook heel erg op. Het gaat nooit weg. Je wordt ermee geboren. De afwijking blijft bestaan. Het kan verbeterd worden. Als er ontstekingen zijn, dan kan je wat mee doen. Maar in principe kan de echte CMTC-afwijking, daar kun je verder niks mee doen. Ik ga me er eigenlijk nooit meer naartoe, omdat die laatste keer toen zei hij dat het einde behandeling was. We zijn er best vaak geweest en hij deed er eigenlijk niet veel aan, want ik kan het toch niet wegkrijgen. Dus ja, ik moest het eerst laten zien en toen deed hij wat om het wat lichter te maken, dat het niet pijn zal doen. Als het koud is, als ik naar buiten ga met mijn dikke winterjas als het best koud is, zoals nu, dan loop ik gewoon in mijn jas en dan wordt het ook koud en dan word ik ook helemaal paars. En dat doet pijn? Ja. Dat duurde een heel aardig kortje. Het was heel snel zichtbaar. Ja. Nou, niet gelijk na de geboorte, want hij heeft nog een poosje bij me gelegen. Maar op een gegeven moment nemen ze dan je kind mee naar de commode en dan gaan ze die testjes doen. En toen werd hij steeds rozer en vlekkeriger. Ja. En ja, toen als vader is mij het meeste bij. Lichte paniek bij de dokters. Voor dokters, nu wat een kinderarts toen bij je haalt. Dus dan hadden wij zoiets van, nou, iets gebeurt er niet. Ze zei ook niet wat. Ze zei alleen maar van, nou ja, maak je niet ongerust. We gaan het onderzoeken. We weten niet wat het is. Wat er gebeurt met Niels. En ja, toen is Niels ook gelijk dan weggegaan. Ook in een andere ruimte. Dus ze dachten ook eerst een stollingsziekte misschien. Dat die bloedde. Daar waren ze bang voor. Maar dat bleek toch al snel niet zo te zijn. Nee. Maar wat het dan wel was, dat... Dat wisten we nog niet. Er kwam er 's avonds nog een andere kinderarts. Die had wel eens een patiënt met iets wat erop leek gehad. Ja. Hij zei dat kan in ieder geval geen kwaad, dus we mochten naar huis. Maar toen wisten we nog niet wat er aan de hand was. We kwamen toen terug bij de kinderarts die als eerste bij was. En die had ook flink zitten zoeken in de boeken of op internet, of misschien allebei. En die had een paar namen
van ik denk daaraan of daaraan, maar ik stuur jullie door naar Rotterdam. Ja. En toen waren we, denk ik, al met al bijna 3 maanden verder dat we bij dokter Oranje kwamen. En die stap binnen. Wij stapten binnen in de wachtkamer. Wij zaten daar en ja. Hij stapt binnen. Dat is CMTC. Ja. Direct, ja. Ze zeggen wel van nou, dat heeft hij. Maar hoe toekomstbeeld is, hoe dat gaat doen, hoe dat gaat veranderen, dat weten we niet. Heeft de buitenwereld wel eens reacties? Ja. Jazeker. Ja. Ja. Het is duidelijk zichtbaar. Een voorbeeld, het was Niels van Jonk, speel aan het strand. En dan verzeker die temperatuurverschillen uit het water, in het water. En dat toen, dan komt het echt duidelijk zichtbaar bij hem. En dan gaan mensen toch wel naar ons toe, in ieder geval naar mij toe, van nou, die kan je wel, die moet je kind ook eens in smeren, van die is heel verbrand. En in het begin ga je het uitleggen, dan ga je het met anderen, ja, we hebben nu zoiets van ja. Dan zeg ik, ja hoor, ik smeer hem zo in. Omdat je het gewoon, je bent het gewoon, ja, zat of in ieder geval, je kan mensen daar toch niet overtuigen, want het is iets bijna niet uit te leggen. Nee. En ja, die reacties komen zeker. Ja, maar gelukkig komen mensen wel naar ons toe, of soms naar Niels, maar meestal naar ons, van... Oh, wat heeft hij? Of heeft hij eczeem, wordt vaak gevraagd. Maar ja, goed, dan kun je het uitleggen. En soms zeg ik ook van kijk maar even of voel maar even. Maar dat vindt Niels niet altijd leuk. Die wil dat niet. Dus dan moet je het toch met woorden doen. En bijvoorbeeld toen hij naar de crèche ging, naar school ging. Voor het eerst naar zwemles, zeker ook voetbal. Dan nemen we even contact op of we zetten het in een mailtje. Van nou, ons kind heeft dat, de naam van de website erbij, kunnen ze kijken. Mocht je nog vragen hebben, kom maar. Maar ja, hij kan soms echt, net als zijn benen, zijn billen, zijn rug, zo onder de vlekken zitten dat je ook zou kunnen denken van, wat is hier, is die flink gevallen of is die geknepen? Is er meer gebeurd? Je weet niet. Je ziet soms de blikken en zo kun je dat een beetje voorkomen. Ja. Het past eigenlijk niet zo bij mij en het staat raar en ik heb het al bijna 9 jaar, dus. Je zit altijd in een underdog positie wanneer er iets mankeert aan je, wat zichtbaar is. Hè? En, nou, we hebben het over de huid, dus niks is zichtbaarder dan de huid. En als die dus iets vertoont wat bij andere mensen niet voorkomt, die dan een zogenaamd normale huid hebben, dan ben je al gauw geneigd om de omgeving tegemoet te komen, want je denkt dan zelf ook dat je wat afwijkt van de andere mensen. Bijvoorbeeld, je krijgt dan ook het probleem op school. De kinderen die vallen op school. Hoe gaat het met het maken van vriendjes? Hoe gaat het met het pesten? Hoe kun je daar het best op ingaan? Enzovoort, enzovoort. Heb je mensen meegemaakt die echt eraan onderdoor gingen? Oh ja, zeker. Die zich helemaal gingen verbergen, die het huis niet uit durfden. En ja, als de ouders dan ook nog op een beetje moeilijk gezegd verkeerde manier meewerken door het kind te veel te beschermen, dan wordt het voor het kind en later volwassenen ook heel moeilijk om zich op deze manier zelfverzekerd op te kunnen stellen. En dan krijg je er allerlei sociale problemen mee en je kan je indenken dat het kan leiden tot depressie. Ja, en dan kan je die depressie wel gaan behandelen via allerlei medicatie, maar dan schiet natuurlijk de persoon op zichzelf niet zo erg veel meer op. Want die blijft er gewoon in zitten, omdat hij niet weet hoe hij daarmee om moet gaan. In Finland doen ze al eigenlijk sinds halverwege jaren 90 onderzoek naar pesten. En wij zijn hier daar 1 jaar of 10 geleden mee begonnen. En toen zijn we ook intensief samen gaan werken met de mensen uit Finland. Gewoon om onderzoek te doen om pesten en de mechanismen erachter te begrijpen. En in 2007, 2008 is Kiva geëvalueerd in Finland. De resultaten die waren daar hartstikke goed. En toen zeiden we ook wel tegen elkaar, nou mocht er ooit eens een keer een kans komen, als we dat in Nederland kunnen invoeren, ja, dan moeten we dat ook gaan doen.
Hoe dat in Kiva gaat is dat er 10 lessen zijn. En de eerste 3 van die 10 lessen die zijn eigenlijk heel erg breed. De eerste les gaat over respect. De tweede les gaat over in een groep zijn. Hoe is dat nou eigenlijk? En de derde les gaat over hoe communiceer je nu met elkaar. Dat is eigenlijk de brede basis. En vervolgens gaat het in de lessenserie over pesten. Hoe kun je dat nou herkennen? Ook verborgen vormen van pesten, dus roddelen, digitaal pesten. En daarna gaat het over, hoe kunnen we nu pesten oplossen als groep? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Hoe kunnen we dat gezamenlijk doen? En het belangrijkste bij zo'n les is natuurlijk dat je dat moet zien als een middel om je doel te bereiken. En je doel is dat je gaat werken aan de groepsvorming. Dat kinderen inzien wat de wensen en behoeften van hun klasgenoten zijn. En lessen kun je daar als heel mooi middel bij gebruiken. Maar als je de lessen heel netjes afdraait, hoeft dat niet per se te betekenen dat je je doel hebt bereikt. Nee. Dus die lessen die zijn echt ondergeschikt aan waar je uiteindelijk naartoe wilt. We proberen eigenlijk van de pesters positieve leiders te maken. Dus we weten ook wel uit onderzoek dat je kan ook aan kinderen vragen van hoe belangrijk vind je het nu om populair te zijn? Of hoe belangrijk vind je het om veel vriendjes te hebben? En sommige kinderen die vinden dat nou eenmaal veel belangrijker dan andere kinderen. En we zien ook dat die kinderen die het heel erg belangrijk vinden om populair te zijn, die kinderen die gaan ook meer pesten. En als je dat pesten wegneemt, maar je geeft kinderen daar niet voor terug, dan ontneem je ze eigenlijk hun hele status en hun hele machtsbasis. En als je daar niet iets voor teruggeeft, dan is het heel erg onwaarschijnlijk dat kinderen hun gedrag gaan veranderen, want pesten levert altijd wel wat op. We hadden nog geen echt pestprogramma hier op school. Wel een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode. Maar dit kwam op ons pad via de IB'en. Die zei van, lijkt het ons wat? En toen zijn we naar die bijeenkomst geweest. En vond het eigenlijk allemaal wel leuk om te proberen. We hadden het er ook over van een doel voor, wat is nou het doel als school? Natuurlijk dat pesten verdwijnt. Maar ik denk zelf, het hoort er ook bij, weet je, in de ontwikkeling van kinderen. Ze gaan andere dingen zien om zich heen. Maar hoe je ermee omgaat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat ze dat weten. En dat leren ze met deze methode. Ja, ik denk niet dat het helemaal verdwijnt, maar dat het wordt wel minder en ze zijn zich er inderdaad bewust van wat het bij andere kinderen, wat het met andere kinderen kan doen. Ook door wat ze in het nieuws horen, bijvoorbeeld over dat jongetje dat gepest is en uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Ja, dat doet wel wat en dan hebben we het erover en dan grijp je ook terug op Kiva, dat we daarom zoveel bezig zijn met Kiva bijvoorbeeld. Als je met kinderen over pesten gaat praten, dan is het belangrijk om daar niet direct je eerste vraag van wat word jij gepest? Probeer gewoon een gesprek met je kind te voeren over hoe gaat het nou op school? Wat vind je eigenlijk leuk? Wat vind je niet leuk? Het kan best zijn dat een kind denkt van dat wil ik nu nog helemaal niet vertellen. En dat kun je natuurlijk ook een aantal keer herhalen tot een kind toch zoveel vertrouwen heeft dat denk van ik kan het nu ook wel vertellen, omdat ik ook weet dat er ook iets goeds mee gaat gebeuren. Dus daarbij is het ook belangrijk dat als je er als ouder achterkomt dat je kind helemaal buiten de groep ligt of gepest wordt, dat je dan ook afspreekt van ik ga niet met iemand anders het hierover hebben voordat ik het met jou heb overlegd. Maar we moeten wel kijken hoe we het hier met de leerkracht over kunnen gaan hebben. Want anders is het gewoon heel erg moeilijk om op te lossen.